Er wordt vaak de vraag gesteld of je vertrouwen in de mensheid kunt hebben. Nou, zo op het eerste gezicht niet veel hoor. Als je ziet wat we aan oorlogen hebben gevoerd en wat we allemaal doen. En, en, toch, en toch, het kan steeds beter. En dat zien we ook. We hebben nu de Europese Unie. En de landen van de die nu in de Europese Unie zitten, die hebben door de geschiedenis heen altijd de wapens tegen elkaar opgenomen. Het laatste in de Tweede Wereldoorlog. <coughs> en nu is het toch bijna ondenkbaar geworden dat we dat doen. Nou, dat is een ongelofelijke vooruitgang. Er is altijd honger geweest in de wereld en hij is er nog steeds heel veel. En toch minder dan vroeger. We hebben altijd epidemieën gehad met miljoenen doden. Er zijn nog altijd epidemieën, maar ze zijn veel eerder contained, beperkt gehouden. En er zijn nog maar een paar duizend doden dan. Er is een ongelofelijke vooruitgang in de wereld. Dus vertrouwen in de mensheid, ik heb vertrouwen in de organisatie van de mensheid. Ik heb vertrouwen in de samenwerking. Ik heb vertrouwen erin wat je ziet in de democratische rechtsstaat, die met moeite in honderden jaren tot stand is gekomen. Maar moet je eens kijken hoeveel beter het leven is in de democratische rechtsstaat dan in alle tijden daarvoor. Dus ja, er is vooruitgang en daar moeten we mee doorgaan. Maar het heeft heel sterk te maken met organisatie, wetgeving. Met elkaar zeggen: jongens, met elkaar kan het beter en anders. Je ziet ook dat de mensheid, als er oorlog komt, dan vallen mensen meteen terug tot een bestialiteit van, van alle tijden. Dan worden, dan worden er weer kinderen in ovens gestopt en dan, dan gebeuren er weer vreselijke dingen. Als de wet wegvalt, als het oorlog wordt. Ik denk dat jongeren, ja ik weet het niet, die jongeren die hebben nog dezelfde inborst als de ouderen hoor. En dat kan zich in goede richting ontwikkelen en in slechte. En het ontwikkelt zich in goede richting als we begrijpen dat we met elkaar en met een gezonde eerlijke politiek tot een ordening kunnen komen waarin mensen ook beter worden. Er is een, er is een samenwerking tussen wetgeving en moraliteit. Dat zie je in de geschiedenis. Mensen die van nature geneigd zijn tot van alles en nog wat slechts, dat egoïsme, dan zie je dat de wet die zegt nee, dat mag niet, en dan vinden de mensen dat ook, en dan vinden mensen nog weer iets meer, en dan past de wet zich aan. Er is een samenwerking tussen onze wat we vinden en doen, en de wetgeving. We vinden langzamerhand het helemaal niet meer goed dat dieren gemarteld mogen worden. Dat vindt bijna iedereen. Vroeger niet. Mocht je alles doen met dieren wat je wou. Ja, samenwerking, wetgeving gekomen en wat mensen daarvan vinden. En dat geldt op heel veel gebieden. Vroeger gingen de mensen naar het marktplein om te genieten hoe iemand onder gruwelijke omstandigheden geëxecuteerd was. Op grond van een, van een, van een bekenning die door marteling was verkregen. Dat vonden mensen kennelijk leuk, maar dat doen we niet meer. Dat is toch fantastisch? En dat is die samenwerking van ontwikkeling van je geweten en de wet, denk ik.